Ik zal even het archief induiken. Anders mag je ideeën en klachten in de ideeënbus gooien. Heel goedemorgen. Vanuit een heel rustig te Herne nog. Het is een beetje heijig. Het is vandaag zaterdag. En we gaan weer even een lekker dagje varen. Het zou heel mooi weer worden. Het is alleen nog een beetje heijig. Het is nog niet zondag, maar ik heb het korte broekje al aan. En ik ga Romke even uitlaten. Dan gaat Chris in de tussentijd de boot even een beetje klaarmaken. Koelkastje aanzetten. Dan laat ik Romke even uit. En die moest nodig. Die ging gelijk zitten toen hij de auto uitkwam. Moet gebeuren. Zo, we zijn los. We hebben net even water getankt. En het plan is om richting de Oude Venen. Maar het is windstil en warm wordt het. Dus we moeten denk ik proberen een beetje op het open water te gaan liggen. Dat zal het meest prettige zijn waarschijnlijk. We moeten even zien waar we uitkomen. Waar er nog plek is. Want ik vermoed nog wel dat het druk is. Want de voorspellingen waren natuurlijk goed. Het wordt vandaag mooi weer, maar morgen wordt het minder en slaat het weer om. Dus je hebt zomaar kans dat de mensen vrijdagavond al naar de Oude Venen zijn gegaan en daar nu plekjes in bezit nemen. Dus we gaan het even uitvogelen waar we uitkomen. Jongen, jongen, de zon komt nou door. Ja, voel je gelijk. En het wordt al warm. Lekker warm. En we zijn los. Hè, Romke? We varen, hè? Ja. Hier komt een woonark aan. Die wordt geduwd. We'll be right back.
zitten op een grauw. Ik heb het roer even overgenomen, want Chris moest even naar de wc. Dat moet ook gebeuren. En jongens, de zon komt erbij. Oh, heerlijk. En ja, we gaan niet overnachten. We gaan maar een dagje. Want morgen hebben we een afspraak met Celine. Zullen we even met Celine ergens heen. En het wordt morgen ook slechter weer. Dus het is maar een dagje. Dat is jammer. Ik heb wel zin om weer even te slapen op de boot. Maar ja, ik ga gewoon even ergens liggen. En dan lekker een beetje lezen of zo. Een beetje wandelen. We zien wel even waar we uitkomen. Dan is het pikmeer even over. Nou, we hebben een plekje gevonden. En dit is een heel bekend plekje, want hier lagen we met de vakantie ook. De eerste week. De eerste week van de vakantie lagen we hier, toch? Was het gewoon een weekend? Of was het gewoon een weekend? Ja, wij hebben hier eerder gelegen. Dit stukje. We zouden eerst door verder de Oude Venen in, maar... Wij dachten, dit ligt mooi een beetje op de wind. Voor zover de wind is. Het waait een beetje. En dit is wel relaxed, want het is allemaal open water hier. Dus we dachten dat dit wel beter was. Toch? Ja. Dit is het uitzicht aan deze kant. En dit is het uitzicht aan de andere kant. Met aan die kant het pikmeer. Kijk, er komt een rondvaartboot aan. Die vaart door de Oude Venen heen. Die zijn we ook ooit wel eens tegengekomen. Ik zal even het archief induiken. Deze los. En deze moet even los. Zo. Nou, dat was er toch niet goed bij. Ja. Als je het niet neerzet, je hebt maar met één hand bij je werk, dat werkt niet. Hier liggen ze. De melk ligt ook nog aan. Er is melk genoeg. Dat ruimt er niet. Wat stinkt het hier? Ja, dat is hoort zo. Nou, een tafeltje hebben we niet nodig. Nou, dit zijn de stoeltjes. Hebben we het? Nou, zal ik er weer uit. Dit is ideaal, zoeken opbergruimte. Zo, we gaan even soepje doen. Chris heeft tomaten, Chinese tomaat. En ik krijg mosterdsoep. Zo. Wij zitten heerlijk aan de koffie. Aan de latte karamel. Simpel zakje, heet water en roeren maar. En proost. De zon is even een beetje weg, maar dat is wel lekker. Heel klein windje staat er, zacht windje. En we zijn heerlijk aan het ontstressen hier. Klinkt heel saai allemaal. We liggen hier gewoon wat te liggen. Gewoon een heel poos op het voordek gezeten met onze stoeltjes, boekje erbij. En gewoon lekker kijken naar andere boten die voorbij gaan en andere mensen. Ja, meer kan ik er niet van maken. Helaas pindakaas. Geen spetterende actie.
Wat wel heel leuk is, vanmorgen is de, of vannacht eigenlijk, is de vlog van Mirjam. Van Mirjam Vlogt al online gekomen. Over onze vaartocht. Zij was toen met ons mee. Het was die dag ook heel mooi weer. En daar heeft ze zo'n ontzettend leuke vlog van gemaakt. Daar moet je echt eens even naar kijken. Mirjam Vlogt wel. Ja, ik plaats wel weer even een linkje hieronder van haar kanaal. Met name ook naar de vlog waar wij ook in voorkomen. Ja, ze is heel leuk gedaan. Ze had een GoPro had ze mee. En daar heeft ze grotendeels mee gefilmd. En dat is ja, zijn leuke beelden geworden. Ja, dat heb je van jezelf niet. Net als toen Suus voor ons filmde. Dat soort beelden heb je ook van jezelf niet. Het is toch altijd wel prettig als het iemand anders een keer filmt. Heel leuk. Ja. En goed, we gaan straks even aan de afwas. Van de lunch nog van vanmiddag. Wat de soep gehad. We gaan straks afwas. En geen idee hoe laat we die kant weer uitgaan. Misschien dat we er wel thuis gaan eten. Misschien ook niet. Het is nog steeds, ja, het schijnt vanavond regen te komen, het is laat op de avond pas. En morgen, het ligt hier anders wel even lekker. Nou, we zijn weer op de terugreis, zachtjes stuffend naar de haven. Dat is ongeveer een uurtje. Oh, hier zit ze erbij op een boot, zie je? Hier. Voor Robin. Zo is het langer. Nou, je kan nog een keer goed. Een anderhalf uurtje varen ongeveer, zoiets. Ja. Dus ja. Het is allemaal. Ze lag je uit rond, omdat je zwemverstand hebt. Zo tuffen we lekker door. Het valt ons op. Het is nou, het is lekker. Het is lekker warm. Maar het valt op dat je de herfst al ruikt. Het ruikt al wat... ja. Het is ook vochtig. Het is echt wat herfstig. De zon begint wat lager te staan. Ja, logisch ook. Het is bijna september, joh. Nou. Ja, bijna. Ja. Oktober gaat hij de winterberging weer in. Ja. Heerlijk hoor. En we zijn er bijna. Het is wel aardig aan het betrekken. Het is al wat aan het dichttrekken. Het gaat vanavond regenen.
En we zijn al bijna bij de haven nu. Dus. Het is een lekker dagje dit. Ik heb genoten. Jij ook, hè? Ja. Chris heb ook genoten. En Romco ook. Je hebt genoten. Vond je het ook leuk? Ja? Anders mag je ideeën en klachten in de ideeënbus gooien. Ja? Niet? Oké. Er is een eind gekomen aan deze vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Steek dan even dat duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal, dat is gratis. Dat is die knop hier beneden. Druk dan ook even dat belletje in. Dan krijg je altijd een notificatie wanneer ik weer iets upload. Dan wens ik iedereen een heel fijn weekend. Blijf gezond en graag tot de volgende vlog. Doei doei!